Nou, dit is een ander voorbeeld met hoe wij met onze families omgaan. We zien hier een toiletruimte. En in die toiletruimte zit een inbouwreservoir en een fontein. Nou, en in deze families hebben we wat mogelijkheden ingebouwd die we kort even zullen laten zien. Nou, stel, we klikken het inbouwreservoir aan. Dan kunnen we bijvoorbeeld de mogelijkheid kiezen om automatisch het toilet in de wand te plaatsen. Dus als we hem nu aanvinken. Wat je dan ziet is dat automatisch het inbouwreservoir in de wand zeg maar verdiept gaat zitten. En wat er ook meteen gebeurde is dat het aansluitende leidingwerk allemaal automatisch mee verandert. Dus niet alleen de lengte van bijvoorbeeld de PVC afvoer, maar ook meteen het T-stuk wordt verplaatst op precies weer de juiste positie. En dat kan je allemaal doen door hier een vinkje in of aan of uit te zetten. Nou, stel we zetten hem weer even voor de wand. Nou, zie je dus dat meteen alles automatisch mee verandert. Nou, dat kun je ook bijvoorbeeld zien bij het fonteintje. Op het moment dat we de fontein gaan verplaatsen, dan zie je dus ook meteen hier de waterleiding zie je meegaan. Je ziet hier de lengte van de leiding zie je veranderen, de positie van de bocht verplaatst. En ja, dit is echt hartstikke belangrijk voor ons als installateur, dat er een soort samenhang zit binnen alle families. Omdat dit hele stelsel, daar maken wij in een latere fase, maken we daar prefab tekeningen van. En het is echt essentieel dat het op de millimeter nauwkeurig is. Op het moment dat we hier een diameter veranderen, dus stel dit heeft een diameter van 50 en we maken daar, nou, noem eens iets geks, 110 van. Wat je dan ziet is dat meteen alles mee verandert, dus niet alleen de buis. Maar ook binnen dit T-stuk zat, toen net zat er een verloop om te verlopen van 110 naar 50 mm. Maar ook het excentrische verloop verandert meteen mee. Waardoor je eigenlijk heel snel je tekening kan aanpassen en op werkniveau kan krijgen. En dat is voor ons als installateur natuurlijk essentieel. Nou, wat we hier ook hebben zijn natuurlijk het waterleidingsnet. De waterleiding die zit nu aan de rechterkant aangesloten van het inbouwreservoir. Nou, als we weer naar de family gaan van het inbouwreservoir en we kiezen een optie om de waterleiding naar de andere kant te verplaatsen, dan verandert hij hem automatisch mee. Alle lengtes veranderen weer mee, de positie in de vloer wordt veranderd. Ja, dus dit is echt de manier waarop wij een stuk snelheid kunnen halen en meteen goed gecoördineerde tekeningen hebben. Thank you.